Kun je dit soort meisjes geloofwaardig neerzetten als je niet daar dichtbij in de buurt bent? En ik ken zulke meisjes niet. Hallo, de geloofwaardigheid van personages is een van de belangrijkste voorwaarden voor het slagen van een verhaal. Maar geloofwaardigheid is in zekere mate wel iets subjectiefs. Voor de een zit hem dat in stijl, voor de ander in feitelijke juistheden. Maar het kan ook te maken hebben met je eigen kennis of verwachtingen. Hier werd ik mee geconfronteerd tijdens het lezen van De dood van Murat Idrissi van Tommy Wieringa. Een verhaal over twee Nederlandse meisjes met Marokkaanse roots, Touria en Ilam, die na een wat mislukte of een uit de hand gelopen vakantie terugrijden naar Tanger om daar de pont naar Spanje te nemen. Met een Marokkaanse vluchteling in de kofferbak, Murat Idrissi. Tegen wil en dank hebben ze zich laten overhalen om deze jongen mee te nemen. En als ze de pont afrijden komen ze erachter dat Murat is gestorven. En met dat gegeven rijden ze met te weinig geld Spanje in. We hebben hier te maken met een migratieverhaal en voor de marketingmachine rondom dit boek was het dan ook een logische stap om deze novelle te vergelijken met een ander boek van Tommy Wieringa, namelijk Dit zijn de namen. Een veelgeprezen en bekroond werk ook over migratie. En tja, dan gaan recensenten natuurlijk vergelijken met uiteenlopend resultaat. Hopelijk is het een eenmalige misser. Minder Wieringa dus en daarmee één van zijn beste romans. Terug naar de geloofwaardigheid, want ik werd een beetje het boek uitgeknikkerd op het moment dat de meiden meegaan zingen met het nummer Aisha van Chep Calet. Aisha, Aisha, op zich een leuk nummer, maar wel een oud nummer en daarom niet zo representatief voor de muzieksmaak van twee Rotterdamse meiden van nu. Mijn verwachtingen tijdens het lezen waren gericht op het nu, terwijl het verhaal zich niet per se in het nu hoeft af te spelen. Het nummer Aisha komt uit 1996 en de auto waarin ze rijden, een Audi A4, wordt geproduceerd sinds 1995. Wieringa laat er in het midden wanneer het verhaal zich precies afspeelt, maar klaarblijkelijk zitten we ergens in de jaren 90. En dus lijkt het erop dat mijn verwachtingen mij op het verkeerde been hebben gezet. Alhoewel Aisha nog steeds een heel erg cliché nummer is, maar goed. Maar deze verwarring liet mij niet los, want Tommy Wieringa verwijst in interviews naar een Spaanse rechtszaak uit 2004 die hij als bron en inspiratie heeft gebruikt. In het boek hebben de personages het over euro's, dus het moet sowieso na 2002 plaatsvinden. Touria heeft een telefoon en dat zou zo'n klassieke Nokia kunnen zijn. Maar als ze even later een jongen tegenkomen die een YouTube filmpje zit te kijken, dan verspringt de tijd. YouTube werd pas in 2005 opgericht en pas vanaf 2007 werden de filmpjes beschikbaar voor de smartphone. Dus ergens lijkt dit niet te kloppen. De dood van Murat Idrissi is een noodlottige roadtrip voorafgegaan door een haast bijbelachtige geschiedenisschets. Een verhaal met naïeve personages waarin het gaat over culturele verschillen, achtergronden en migratie. Waarin details die losstaan van het grote verhaal en thema je af kunnen stoten en je kunnen laten twijfelen aan de geloofwaardigheid van de personages en het jaartal. In een eerdere video besprak ik Marathonlopen van Abdelkader Benali als het literaire werk voor hardlopers. En de vorm die Benali hiervoor heeft gekozen heeft hij duidelijk ontleend aan een werk dat al jaren eerder was verschenen, namelijk De Renner van Tim Krabbé. Een boek dat vorig jaar door The Guardian nog werd betiteld tot het beste wielrenboek ooit. A cult classic, an essential reading for bike racing fans. De Renner wordt wel eens het eerste literaire sportboek van Nederland genoemd en dat zou best eens kunnen kloppen. Krabbé beschrijft hierin de ervaringen van de ik-persoon, Tim Krabbé zelf, als wielrenner tijdens een amateur wielerkoers in Frankrijk. Hij zit constant van voren, demareert en sprint uiteindelijk voor de winst. Ondertussen lees je beschrijvingen van tegenstanders, bijzondere wielenanekdotes en terugblikken op zijn eigen sportcarrière. Voor liefhebbers zal dit een feest van herkenning zijn met gaten laten vallen en de sprint aangaan en een wieltjeszuiger. Zo volgt er een mooie beschrijving van de dubbele vernietiging. Twee rijders die niet voor de ander willen gaan rijden, waardoor een derde rijder er vandoor gaat met de winst. Sagan wuift naar Terpstra, rij jij het gaatje maar dicht. Terpstra houdt zijn benen stil. En zo rijden Jens Keukelere en Greg van Avermaat weg. De Renner is naast een boek om wielrennen te ervaren ook een boek om te onderzoeken wat literatuur is. Want waarom is een verslag van een wielerkoers in de krant geen literatuur en dit boek wel? Eigenlijk merk je dat verschil al direct in het begin. Warm bewolkt weer. Ik pak mijn spullen uit mijn auto en zet mijn fiets in elkaar. Vanaf terrasjes kijken toeristen en inwoners toe. Niet wielrenners. De leegheid van die levens schokt me. Qua vorm gebeuren hier al verschillende dingen. De ik-persoon zet zichzelf tegenover niet-wielrenners die maar een leeg leven hebben. Qua tijd gebeurt er ook iets opmerkelijks. Hoe verder de wedstrijd vordert, hoe verder terug in het verleden de verteller gaat naar het begin van zijn sportcarrière. Het gaat over pijn, over afzien en over techniek. Maar tegelijkertijd staat deze wedstrijd ook symbool voor, ja, wat eigenlijk voor het leven, voor een droom, voor de drang om de beste te willen zijn. Zoiets noemen we een allegorie. Maar de boodschap luidt vooral: wielrennen is alles. Een moord. Check. Liefde. Check. Bedrog. Check. Overspel. Check. Perspectiefwisselingen. Check. Alle elementen van een thriller zijn aanwezig in Noodzakelijk Kwaad van auteur René Appel, die vooral bekend staat om zijn psychologische thrillers. Maar toch is dit niet echt een thriller. Het verhaal: Menno Hulshoff heeft een vrouw Franca, een dochter Cecile en hij runt samen met goede vriend Wouter een bouwbedrijf. Al aan het begin van het boek begint hij een dealtje waarmee veel zwart geld gemoeid gaat en hij besluit om een sauna aan te schaffen. Een detail, maar die sauna komt steeds weer terug in het boek als een soort leidmotief en het vormt voer voor de ruzies met zijn vrouw. En het gaat de foute kant op. Zijn vrouw gaat vreemd met zijn zakenpartner Wouter, zijn dochter is flink aan het puberen en ze trekt bij krakers in en Menno komt per toeval in de bezit van een pistool. Als een schaker zet René Appel langzaam al zijn stukken op de juiste plaats voor de climax van het verhaal. De moord. Die moord is onverwachts, maar voor de rest voelt het verhaal wat voorspelbaar. Zo is duidelijk wie de dader is, wie de schuld krijgt en wie de dader hoopt dat de schuld krijgt. Noodzakelijk Kwaad bevat een vergelijkbare ethische vraag als het diner van Herman Koch. In hoeverre ben je bereid je kinderen te beschermen, ook al weet je zeker dat ze iets misdaan hebben. Maar nog veel belangrijker is natuurlijk de vraag: komt die sauna er?